bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. De koelkast, die is er. We hebben natuurlijk best wel lang voor moeten wachten. En die komt dan daar op de lege plek te staan. Daar op die lege helemaal plek. En die oude koelkast gaat dan weg. Ja. Hallo! Dus ja, nou ja. Even wachten. Was ook niet te kijk eens hoe groot het is. En nou ja, laat maar niet. Heb je ruimte genoeg, denk je? Ja, genoeg. Ik ga hier uitpakken, Peter. Ja. En dan naar binnen gaan. Ja, wat goed. Een doosje open. Geen schade, geen krassen? Nee. Een beetje te trof. Statisch stroom. Ja. Ja, het is statisch. Nee. Ja, ik zal maar je... Even checken. Even checken, dubbel checken. Tapejes eraf. Mediamarkt sturen vol sudrans. Tapejes eraf. Ja. Is goed. Ga maar binnen. Gaat dat lukken? Ja. Ja, twee. Ja. Ga even niet kijken. Goed. Ja, toch wel goed. Ja. Hij is prima. Beetje. Kan het in? Kun je dat kalden? Ja. Kunt u hem weg? Ja. Dank u. Helemaal naast die andere? Ja. Nou, je mag. Want voor mij heb je nog wat spelen hier er tegenaan. Zet hem mij hier. Oh, die kant. Die kant, geloof ik. Okay. Want die andere gaat weg. Oké. Okay. Lukt dat? Ja. Hij heeft ook een onderkant, Willetje. Oh, dat is makkelijk. Heel wat goed, helemaal goed. Dat past hier mooi ernaast. Kijk, en een stopcontact. Ja, goed, stopcontact. Hè? Pas. Goed, hè? Collega! Die staat net bij de bus. Ja. Ja. Spannend. Ja. Ben. Doen ze het goed? Ja, hier ja hoor, hij staat. Dat is belangrijk. Moet je zo meteen maar eventjes je adres geven. Dan kunnen ze hier terugkijken op YouTube. Ja. En dat wilde die, hè? Ja, dat zou je. Wat wil je?
Nou. Ja? Doe ik een aantal tuurlijk erin. Heel veel piepschuim. Ja, kan anders, dan bereik ik rustig. Dat wordt echt heel erg veel. Dit is van het piepschuim dat ze hebben. Zodat het allemaal in de koelkast zat voor de bescherming. Dus ja. Hola. Dat zie je. In de blik. Ja. Nee, kom hier, hem hier. Hij is wat pas. Hij moet 3 uurtjes wachten. 3 uurtjes wachten, ja. En daarna pas de stekker erin. Ja. Dus vanavond kan gewoon de stekker erin. Ja. Helemaal goed. Top. Ja, helemaal goed. Ik ga ook een video doen. Voor mijn baas. Die kleine stond eerst op de zolder. Nee, die andere heb ik die gaat nu mee met hun weer. Piekerkast. Ik heb die vaak gezien, maar maakt niet uit. Ja, helemaal top. Ik denk dat ik iets regel, wat? Hij is vast. Nu mee en dan, ja, die weer. Die koelkast. Even de koelkast zelf laten zien. Nou, dit is hem dus. Dit mag toch nu ook af? Of niet? Ik weet niet. Ja, dat kan. Oh, dat raakt echt wel heel nieuw. Ja. Zo. Nou, deze. Oh, dat is af. Rassen. En dan hebben we hier nog onze ei voor de eitjes. Niet dat die hier komen te staan, maar dat maakt niet uit. Dus, en dan hebben we nog de vriezer. Ook even slip van de oude. Hier is de vriezer, pas op mama. Die is nog wel wat kleiner dan onze oude vriezer, maar ja, dat is logisch. Ja, gewoon best wel, wel groot eigenlijk. Dat is gewoon helemaal prima. En je staat hier ook nog eens op bedankt voor bewaren. Niet dat we dat gaan kijken, maar dat maakt niet uit. Want dit is natuurlijk onze oude, dus dit is echt gewoon... Ja, onze vriezer was echt... Dus de Amerikaanse koelkast was die zo. Lijkt me natuurlijk heel anders als... Ja. Hij moet even blijven staan. Ja, hij moet nu 3 uurtjes even zo blijven staan. En dan pas kan de stekker erin, die hier zo ligt. En die gaat dan daar erin. Kan pas over 3 uur, dus dan moeten we nog even wachten. Maar ja, weet je, dat is, die 3 uur is zo voorbij. Dus daar hebben we helemaal geen zorgen aan of zo. Nee, nou, staat netjes. Yay! De koelkast is vast! Ja! Nou, dit is de nieuwe koelkast, dus ik heb het natuurlijk net een beetje aan jullie laten zien. Maar ik ben echt ontzettend blij ermee. Hebben we gewoon weer een nieuwe koelkast. Top! Yay! Ja, daar ben ik. Hi. Hey, koelkast heb je geregeld vandaag? Ja. Toppen gedaan. Ja, dan mag nu het stekker om, hè? Ja, wat is er? Oh. Wat is er? Ja, de deur zit rechts. Die verkeerd op nog. Ja, maar dat laten we zo. Nu weer wel? Nou, luister, Blondie. We hadden toch besproken dat hij andersom zou openen? Blondie. Waarom is het verkeerd om? Oeh. Dat ik dacht dat dit makkelijker was. Nee, en ik zei van niet. Om je deur heen. Ik zei het ook om je deur. Dus we gaan toch eventjes de deur omzetten. Ah. Rateltje. Oké, de operatie van de tafel. De koelkast. Het is in een lijkkist, hè? Ik kan er zo in. 2 delen wel. Handiger. Veel handiger. Ik probeer steeds te helpen, maar ik word weggestuurd. Ja. Gaat die goed? Mag ik mijn rateltje weer terug? Je rateltje weer terug. Een rateltje heb ik niet. Ik wil alleen een schroevendraaier. Oh, goed. Hoe is het met de patiënt? Overleden. Oh, oké. Nou, dat is een mooie kist, dus hij kan er zo in. Wel lekker zo'n rateltje. Ja. Ja. Oh.
moet je een radeltje? Dat heb ik in mijn kontzak. Oh, nou dan is het nog handig om uit je kontzak te halen. Dan kun je in één keer ratelen. Tadaa. Ja, je hebt ook alles bij de hand, hè? Tjonge, jonge, jonge. Behalve een vent die het voor me doet. Nou, ik wou dat doen en toen werd het van me ontnomen. Ja. Hey, maar nu die mensen ook gewoon stilstaan wild. Ja, stik er maar in, jongen, stik er maar in. Ik zal weer bij jou erin. Nou komt het. Wil je nog zo'n... Nee. Nee, je hebt maar één manier. De kleine doe ik zelf, hè. Ik heb niet zoveel spullen. Ik ga merken, we gaan 24 euro besparen op Mr. Bol. Omdat we dezelfde deur in elkaar gezet hebben naar de andere kant. Dus goed bezig. Hè? Het... Ja, nog wel met twee schroefjes. Oh, ja, ik heb de schroevendraaier. Ja. Niet de ratel. Heel goed bezig. Nog andere dopjes, plaatjes. Hier nog een plaatje. Ja. Plaatje. En ik heb meer onderdelen, heb ik niet. Netjes hoor. Ik ben trots op jullie. En dit was natuurlijk de aanleiding van die koelkast die we afgelopen week natuurlijk hebben gezocht. Toen we natuurlijk in de Mall of the Netherlands waren. Kijk. Helemaal toppie. Waterpas. Hatsiflats. En nu de deur de goede kant open. Tadaa. Doe maar eens open. Zo. Dat gaat niet meer open. Heel goed Popeye. Poink. Zo tegen. Ik zie nog plastic zitten. Nou, en nou moet je 3 uur wachten, hè? Ja. Dus we kunnen weer opnieuw beginnen te tellen. Vanmiddag natuurlijk ook 3 uur en nu weer 3 uur. Ja. Maar goed, jongens. Dat even te zijn. Ik zal eens even kijken waar die apie is. Want die zit natuurlijk erg lekker op de bank. Even hier kijken. Wat ben je aan het doen? Niks. Niks 18. Ja, klopt. Hey, morgen naar school. Ik vind het eng. Spannend. Ik vind het best spannend inderdaad. Tuurlijk. Nou, gaat helemaal goed komen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, nou iedereen. Oké. Goedemorgen, Tanja. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ga naar school. Vandaag de eerste dag middelbaar. Ik vind het een beetje spannend. Dat snap ik, maar het is wel heel leuk, toch? Ja, maar ik vind het wel heel... Daar ben ik nou mijn fietsleutel vergeten. Nee, toch? Ik liep alweer naar buiten mee. Ik wou het zeggen. Ik ben Linde en naar buiten bij de fietsleutel. Je hebt nog een beetje een vergeten hoofd. Ja. Weet je wel, we zitten een beetje vol met spanning. Helemaal krullen in je haar, nou kind, hoe leuk. Ja, nou ik hoop dat het blijft zitten, want mijn haar is zo dun dat het binnen 2 seconden eruit ligt. En ik moet toch wel een kwartiertje fietsen, natuurlijk niet super lang, maar voor mijn krullen misschien wel. Oeh, sorry bankje. Nou. Heel veel succes. Dankjewel. Rustig fietsen, goed uitkijken. Ja. Geniet ervan. Ja. En er is gevraagd om vandaag een foto te maken van je eerste dag op school, hè? Ja, daarom dit. Oké. Okay. Dus... Oké, zullen we toch even een losse foto maken dan? Ja. Oké. Okay. Nou, mopje. Oh, veel plezier. Nee. Nou. Je kan het. Doei. Tot vanmiddag. Ik kan niet meer terug. Je kan niet meer terug. Doei. Doei. Ja, en dan is het alweer avond. Dinsdagavond, de eerste dag dat Bobbly naar school ging. En hier is ze dan. Hoe was het, Topper? Goed, heel erg goed. Ja. Oké, okay, vertel even. Het was echt heel erg leuk. Ja, was het spannend? Ja, dat zeker weten. We kwamen binnen en we hadden echt alle bruggers. Want alle, hoeveel leerlingen waren er? Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet wel precies hoeveel kinderen er in totaal op school zaten. Oké. Okay. Je mag raden, ongeveer. Nou ja, je zegt het al, dus ik weet het niet. Ik heb geen idee. 800? 1700 leerlingen, zo. Dat zijn ja, er heel wat. Ja, van heel de school, hè. Dus ook met alle andere groepen. En hoeveel zijn de eerste klassers? Dat weet ik niet precies. Nou, misschien een vierde, dus 400 stuks. Zoiets, maar dat weet ik niet precies. Oké. Leuk. Dus we begonnen, toen moesten we naar een hele grote tent. En hoeveel groepen eerste klas zijn er? Ook heel veel. Okay. Hoe groot is jouw groep?
24 kinderen. 24, dat is een netjes mooi aantal. En ja. Hoe is de meisjes-jongensverhouding? Best wel veel jongens. Ja, heb je veel jongens in de groep? Ja, best okay. wel veel. Nou ja, dat is wel handig met sportactiviteiten en dergelijke. Ook wel leuk. Ja, dat wel. En als er eens een keer wat leuke dingen zijn die jij goed kan, dan is dat weer leuk om dat te showen natuurlijk. Ja. Dan kijk ik dat die jongens niet zo heel goed kunnen paardrijden. Nee, nee, ja. Dan kun jij weer laten zien hoe goed. Kijk, met voetballen zullen zij waarschijnlijk iets beter zijn. Ja. Maar met paardrijden. Daar zullen de meiden weer. Sommige. Er zijn ook toppers tussen die natuurlijk van de meiden voetballen. Ik doe het ze niet na. Maar goed. Ja, jij ook niet. Nee. Maar goed, hoe is het verder gegaan? We begonnen bij de tent. Daar moesten alle bruggers zich verzamelen. Okay. Dus het was echt ontzettend druk. En toen stonden alle mentoren daar. En ook mijn mentor. Oké. En ja, toen ging je een beetje een verhaaltje vertellen en zo. En toen kwamen van alle, ja, ik weet niet, echt baas of zo van bepaalde groepen van de B-klasse, A en zo, dat soort dingen. Dus van de A en B, en daar zit ik in. En heb je dat soort klassen en zo allemaal. En toen kwamen alle... Doe een korte versie even, want dat is allemaal heel lang verhalen dergelijk. Kortom, je was om een uur of twee was je klaar. Half twee ongeveer. Half twee, ja. Ja, je hebt allemaal introducties gehad natuurlijk en dergelijke en dergelijke. En toen mocht je naar huis. Ja. Toen ben je ergens mee begonnen, want ik zie een koffer staan. Ja. Wat gaan we doen? Op kamp. Je gaat nu al op kamp. Nu al. Dus morgen ga je op kamp. Ja, ben ik 3 dagen niet thuis. 3 dagen op pad. Dus dat is met een groep die je dus eigenlijk net hebt leren kennen. Of gaat alle groepen mee van groep 1? Alle groepen gaan op kamp, dus die maar niet naar dezelfde. Oh, niet naar dezelfde. Dus nee. die 400 pak een beet eerste klassers, die gaan niet allemaal naar dezelfde kamp toe. Nee, niet. Nee, maar we gaan wel op kamp. Ja. Oké. Okay. Ik ga naar Omme. Alright. Dus. En met jouw klas en dan misschien nog andere groepen uit die klas? Dat weet je niet. Weet ik niet zeker. Maar goed, met 24 gaan jullie naar Omme toe. Ja. Dat is wel spannend. Ja. Nou, je hebt je spullen ingepakt. Ja. Ja, dus een klein koffertje met kleding zie ik. Ik zie wat zomerkleding. Vooral zomerkleding als ik daar ben. Als ik aankom. Ja, het is mooi weer verwacht. Is dat 32 graden. Dus, ja, het wordt mooi weer. Zwemspullen ook bij je. Ja. Gymspullen bij je. Ja, een hele tas vol. Boeken erop bij je of niet? Nee. Dat hoeft niet. Okay. Alleen 2 schriften die ik vandaag heb gekregen. Okay, die moest je meenemen misschien. Ja. Okay, voor misschien voor opdrachten. Ja, daarom. Potloden, pennen. Zit allemaal nog in mijn tas. En die heb je bij je? Ja. Oké, telefoon. Ja, want bank, die mag ook mee. Telefoon mag mee, bankpasje. Ja, losgeld. Losgeld heb je. Tandpasta, tandenborstel, alles de hele Santa Macram. En hoe laat vertrekken jullie morgen? 9:30. Half 8 moet ik daar zijn. Oké. Okay. En 9:30, als het goed is, vertrekken we dan, zitten in de bus. Met een bus, grote bus. Dat mag ik hopen. Ja, ik mag ook. Ja, met is 24. Het wel zo, 24 hoef je natuurlijk niet zo'n hele bus. Nee, zo'n huge bus, een want dubbel. Met vorige kamp zaten we met 42, dus dan moet je wel echt een grote bus hebben. Nou, leuk joh. Hey, maar dat was dus de eerste dag is goed gegaan. Ja. Dat is helemaal goed. Nou, luister, ik zal dan even deze dagen weer eventjes geen vlogjes komen. Maar dat merken jullie. Dat merken jullie allemaal niet, want er komen nog zoveel andere video's en dergelijke. Ja, daarom. Dus voor jullie maakt het geen bal uit, maar voor ons is dus even een paar dagen nu even rust. Oh. En dat gaat helemaal goed komen. En dan zien we elkaar zeker vrijdag. Op vrijdag kom je terug. Ja. Van dit kamp. En dan vrijdag ga je natuurlijk weer paardrijden, vrijdagavond en overdag paardrijden. Ja. En wat hebben we voor specialty zaterdagmiddag? Kapper! Je gaat naar de kapper. De kapper waar je vorige keer ook een keer bent geweest, die is weer terug. Ja. De winkel is geopend in een ander pand. Dus dat daar ga je naartoe. Dus dat wordt vervolgd. We houden jullie op de hoogte. Yes, yes. Doei, doei. Doei. Een hele goede morgen, goedemorgen. We staan vandaag voor een reisverschilling en ik ga vandaag op kamp, dus ik heb mijn koffer. Tadaa! Hele mooie koffer. Ik ga vandaag 3 dagen op kamp met mijn nieuwe klas, die ik natuurlijk gisteren pas heb ontmoet. Dus ja, alle spullen maar in de auto gaan en let's go en dan de bus in. En wat ik heel fijn vind is ik mag mijn telefoon mee. Yay! En geld mee, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga proberen kleine stukjes ook nog een beetje te filmen als het gaat lukken. Dus ik ga mijn best doen, maar in ieder geval, let's go. Let's go. Dichte, donkere bus. Ja.
daar is het echt zo te op dit moment een enorme grote. Ik ga het proberen voor jou te zien. Daar gaat de bus. Ja. Dus nog dat normaal is. We rijden hier dus achter de bus aan. Ik moet zorgen dat ik van de parkeerterrein afkom. Dus nou, daar gaat ze op school komen naar oma. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!